Slot, mevrouw Koekoek. Ja, geloof komt van vertrouwen. En vertrouwen moet eerst gewonnen worden. Maar fijn om te horen dat het account op X van de heer Wilders de ijskast dan ook mee ingaat. Die steeds groter wordt overigens. Niks de ijskast in. Maar dat vriendschapsspelletje wat u gekregen heeft van de heer Poetin. Gaat dat dan ook opzij? Gaat u op deze manier ook afstand doen en de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen en niet de vriendschapband met Rusland aanhalen? Meneer Wilders. Ik heb helemaal niet de ambitie om de vriendschapbanden met Rusland aan te halen. Wij hebben vanaf de dag, blij dat u die vraag stelt, goede vraag ook, kan ik er meteen op antwoorden. Wij hebben vanaf de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, Rusland als de agressor veroordeeld, gezegd dat het een onrechtmatige, een vreselijke daad is die moet worden bestreden. We hebben politiek steun gegeven aan het veroordelen van Rusland. We hebben ervoor gezorgd dat waar de NAVO-oostflanken met Nederlandse troepen moesten worden versterkt tegen Rusland, Nederlandse troepen in Roemenië, in Litouwen. Ik heb met een paar aantal collega-fractievoorzitters de Nederlandse troepen in Litouwen nog een paar maanden geleden bezocht om ze een hart onder de riem te steken. Dat steunen wij. Dus kom dan niet met het rare beeld van dat speltje wat gebeurde ver voor dat Rusland de Oekraïne binnenviel. Wij zijn geen vriend van Rusland. We zullen dat nooit worden. Rusland is hier de agressor, 100%. Poetin is een vreselijke alleenheerser. En dat is wat ik ervan vind. En dat zijn onze standpunten. En niet een speltje van weet ik hoeveel jaar geleden. Ja, dat is mooi. Ik krijg geen antwoord op de vraag die ik stel. Dus daar praat Wilders heel mooi omheen. Het ging me niet om het beleid. Want ik ben heel blij dat de fractie van de PVV trouwens meedebatteert, voorzitter. Goed, hè? Heel gezellig, ja. Kennelijk kan de heer Wilders het niet helemaal alleen af. Het vriendschapsspelletje dat u ontvangen heeft was na de aanslag op MH17. Na het vermoorden van al die mensen in dat vliegtuig. Daar gaat het mij om. Het gaat mij niet alleen om het beleid van de heer Wilders. Wat eventueel in een ijskast kan, wat eventueel ingeperkt kan worden door samenwerking met andere partijen. Het gaat mij erom dat het beeld nu is. En dan kan de heer Wilders zeggen, ja, vertrouwt u mij, dat wordt een ander beeld. Dat vriendschapsspelletje, daar moet u afstand voor doen, daar moet u excuses voor aanbieden. Dat gedragen werd na de aanval, de aanslag op de MH17. Op dat moment was al duidelijk dat niet alleen Rusland de agressor is, maar ook zeker niet iemand met wie je vrienden kan sluiten. Dank u wel. Nogmaals, ik moet helemaal niks. Hè. Zo gaat het maar met uw fractie, met uw collega's. Maar ik moet helemaal niks. Dus moet dit, moet dat. Ga ik allemaal niet doen. En over dat vriendschapsspelletje in Rusland. Ik ben toen in Rusland op bezoek naar een staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op bezoek geweest. Op het ministerie van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Moskou. En ik heb gezegd, werk mee. Alsjeblieft, werk mee. Het is onacceptabel dat jullie niet meewerken aan het proces MH17. En zorg dat die Russische verdachten ook meewerken. Werk als staat mee met dingen. Dus ik heb het gebruikt, wat ook anderen hebben gedaan, wat ook Nederlandse bewindslieden hebben gedaan. Ik heb het gebruikt om te zorgen dat ze meewerkten aan die vreselijke daad als het gaat om de MH17. Ja, voorzitter, de heer Wilders zei net, het gaat om de context. Dan citeer ik even een tweet van de heer Wilders op 27 februari 2018. Ja. Ik draag hier met trots een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. Met daarbij een foto van het speldje op het jasje van de heer Wilders. Het gaat om de context. Ik zal voor hem even de context schetsen. De dag dat hij deze tweet plaatste, met trots dus zijn Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld droeg, dat was 3,5 jaar nadat de Russen MH17 uit de lucht hadden geschoten. Met honderden doden uit Nederland en andere bevriende landen. Het was nadat de Russen de Krim hadden bezet. Het was nadat separatisten gesteund door Poetin in Oost-Oekraïne de democratie probeerden omver te werpen. Dat is de context, meneer Wilders, waarin u dat soort uitspraken doet, waarin u dat soort tweets plaatst. En u wilt nu de premier van Nederland worden. Dan bent u niet alleen maar de voorzitter van de ministerraad op vrijdag. Dan moet u niet alleen maar de premier zijn van alle Nederlanders hier in Nederland. Dan bent u ook de vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. In die context, mevrouw de voorzitter, wil deze man, die bevriend is met dictators en daar trots op is, de leider van dit land worden. Nou, voorzitter, dit is zo vals. Dit is zo intrinsiek vals. Om mij, ja, u kunt allemaal lachen daar, dat is allemaal prachtig, dat mag van mij. Maar dat is zo vals om mij nog als vriend van dictators. Ik ben vriend van geen enkele dictator. Ik neem met grote kracht afstand van alles wat de heer Poetin heeft gedaan. Dus het is vals, het is gemeen, het is oneerlijk om mij nou dat in mijn schoenen te schuiven.
En over die context van dat speltje. Het is trouwens wel heel erg triest dat u met dit debat over de formatie niet verder komt dan een speltje van 5 jaar geleden. Ben ik erheen gegaan om te zorgen en te kijken of er niet iets gemeenschappelijks als het kon gaan met de Russen over het beperken, dat heb ik daar ook gezegd, het beperken van immigratie, van terrorisme, waar wij op dat moment ook in Europa heel veel last van hebben, waar heel veel stromen, vluchtelingenstromen en terreurstromen via Rusland naar Europa kwamen. Dat was mijn onderwerp. Konden we ze daarbij betrekken om die terreur die vanuit het Midden-Oosten via Rusland naar Europa komt, om die tegen te houden? Dat is een rechtstreeks Nederlands belang. En ik heb dat gekoppeld om tijdens dat gesprek, behalve naar het parlement, ook naar de regering te gaan en ze daar dwingen kon ik niet, maar hard op de riem te drukken dat ze verdorie mee moesten werken en dat proces waar ze niet aan meewerkten. En dat deed de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken ook. En ik deed dat als leider van de partij in de Tweede Kamer. Ik ging daarheen vanuit het Nederlands belang en ik waste ze de oren op het feit dat ze niet meededen. En dat ik naar Rusland toe ging en mijn nek uitstak en daar tegen die staatssecretaris zei: jullie moeten meewerken, het is een schande dat jullie dat niet doen. Dan moet u mij voor prijzen in plaats van nu goedkoop een nummertje maken.